moeder. Hier ben ik, jongetje. Eindelijk. Hé, hé, nou, eindelijk, zeg. Kom. Me dunkt, wil ik eens even laten zien wat moeder allemaal heb. Dan zeg je wel andere dingetjes. Okay. Kijk er eens eventjes. Goeie zaak gedaan, dacht ik vandaag. Lekker een baantje, moeder. Alsjeblieft. Trouwens, ik zou je wat anders vertellen, jongetje. Ja? Als jij vindt dat ik het te lang over gedaan heb, dan doe je in vervolg zelf je inkopen maar. Je gaat me dan niet vertellen dat je weggekocht hebt, hè? Nee, natuurlijk. Ja? Zolang er in die kijkgrijp alles voor het grijpen staat, dan doet moeder de krip niet open. Oh, maar idee. Alleen, ja, jongetje, alleen. Wat alleen? Ja, hij paniek. Ja, hij wil dat je daar meer aandacht voor had. Nee, moet je luisteren. Op een gegeven ogenblik, toen zie ik dat die nieuwe chef mij naar staat te kijken. Ik denk, oh, ik pak gauw een pak babyvoeding. En ik denk, nou denk je dat ik in verwachting ben. Hij moet er veel, moeder. Goed gedaan, hè. Ja. Zeg, heb je ook nog gedacht aan sardientjes? Kon ik niet bijkomen? Kon ik niet? Ja, ik kon er wel bij. Kon het er goed bij komen? Het stond er vlak voor aan het hoekje. Ik denk, ja, misschien. Te leeg. Zeg, weet je waar ik ook kwijt ben? Mijn sloffen. Ik loop al een half uur te zoeken naar mijn sloffen. Dat klopt, jongetje. Want die heb ik lekker weggegooid. Weggegooid? Ja, wacht even. Moeder heeft even een bezoekje afgelegd in een schoenenzaak. Welke maat heeft meneer? Nou, heb je van mij een 42. Alsjeblieft, meneer. Neemt u deze maar, meneer. Zullen u best passen. Geen schoenen op tafel, als jij er moet. Oh, ja. Prachtig. Met pompoen in de rug. Goeie, hè? Moeder, tof. Lekker warm, hè? Nou, en ze zitten me gebeiteld. Zit er goed? Ja. Zeg, dus de haakjes. Heb je ook nog mijn rubber handschoenen gekocht? Jij had me toch geen geld meegegeven? Dat is waar ook. Oh. Dat was nog niet droog, hè? Oh, wist ik toch. Ja, ze zijn mooi, doen. Nog een beetje klam, maar mooi. Zijn ze goed uitgevallen? Prachtig watermerk hierin. Zonder me te geven, hoor. Zonder. Zeg, vader, luister eens. Ja? Jij gaat toch altijd met blote handen op karwei? Ja, kijk, maar normaal wel. Maar ik moet vanavond in de boerenleenbank zijn. En dan vind ik het een beetje link met de vingerafdrukken. Ik denk, laat ik het nou op zeker nemen. Ik ga met handschoenen werken vanavond. Ik versta jou goed. Vanavond, zei je, hè? Ja, vanavond, ja. Wat jij was vergeten dat wij vanavond samen een snipperavond zouden nemen. Er wordt vanavond niet gesnipperd, moeder. Nee, ik heb een half acht met Karel afgesproken en business is business. Oké, gaat het niet door? Oké, ga ik voor mijn eten zorgen? Ja, hij is lekker wat eten klaarmaken. En schat, moet je eens luisteren. Probeer nou eens één keer eens een beetje lekker te maken, hè? Ja. Wou jij zeggen dat je wat op mijn kookkunst aan kon merken? Nou, dat niet. Maar als ik je 20 jaar geleden bij ons huwelijk geen blik opende, had ik cadeau gedaan. Hadden we nou al lang omgekomen van de honger, hoor. Nou, ik kan anders ettensoep maken met mijn ogen dicht. Ja, zo moet je het opeten ook. Zal ik jou wat zeggen? Ja? Jij moet eens een keertje wat minder eten. Toen ik jou 20 jaar geleden leerde kennen, toen kon je door zo'n klein kelderraampje. Kon je maar met dit figuur kan je alleen nog maar bij stille landweg een buitenman beroven. Weet je dat? Ja. Oh ja, gaan we katten? Ja, katten, jij begint te katten. Nee, jij. Ik kan je goed wat vertellen. Dan moet je je mond houden. Ik heb altijd gezorgd dat in dit huis altijd een patiënten waren. Heb ik het niet over. En daar heb ik het dan over. Ik ben een voorbeeld geweest voor mijn zoon. Ja. Oké. Okay. Ja. Over mijn zoon, wat is die jongen? Ach, wat die jongen die loopt heel vader. Die arme jongen. De hele dag van het kastje naar de muur voor de bruiloft. Of voor zijn bruiloft. Ja, maat, we worden oud. Oh. Onze zoon gaat al trouwen. Oh, kleine kinderen worden grootvader. Ja. Hij is nou aan het kijken voor volgwagens. Volgwagens? Ja. Hij heeft er toch al 3? Ja, maar we moeten er 7 hebben. Hij is nou aan het kijken of hij die andere 4 op de kop kan tillen. Nou ja, dan kan je rustig aan hem overlaten, hoor. Dat weet Want die ik. Jongen die krijgt met een ijzeren draadje alles open, hoor. Want het, dat moet ik hem nog even. Dat heb je gehoord van zijn grootvader. Ja, andere jongen, hoor. Die kon hem versieren. Of die hem kon versieren. Vader, over versieren gesproken. Laten wij met z'n tweeën op aanstaande donderdag op de bruiloft houden. Eerst eens even een lekker kajakje nemen voor het eten. Moeder, dat is een geweldig idee. Ja? Daar ben ik. Of wat je nog maar onder de kurk mag hebben, kan even me niet Even kijken of ik nog een staartje heb. Even kijken. Ja hoor, moeder. Ik begin er nou wel zin in te krijgen, weet je dat? Oh nee, vader, doe eens even heel gauw die ordinaire glazen weg. Wat nou weer? Doe jij nou eens even heel gauw die ordinaire glazen weg. Ra, in cadeauverpakking, alsjeblieft. Waar haal je dat nou vandaan? Ik kwam vanmorgen, ik kwam langs die mooie porseleinzaak.
En toen stonden deze hele mooie jongetjes, die stonden daar. En ik heb zo lief tegen ze gepraat, vader. Ik heb tegen ze gezegd, jongens, gaan jullie weg? Pak je weg, ze gingen niet. Je bent een moordmaat. Ik ben de huisvrouw van het jaar. Nou ja. Zou je er 5 jaar voor krijgen? Dat onze kinderen maar raakhouders mogen krijgen. Zo is het. Van de Vriesje. Ja? Oh. Ah. Lekker. Dat glijdt erin, moeder. Ja, wat gezellig is het weetjes, hè? Ja, maar ik zit aan donderdag te denken, vader. Wij hebben het met ons aanstaande schoondochtertje, hebben wij het ook geweldig getroffen, hoor. Een lekker meisje, hoor. Een lekker dier. Oh, een lekkere meisje. Ja, en wat je was zo blij om, Wim, meid. Wat je was zo blij om, hè, dat ze uit een keurige inbrekersfamilie komt. Ja. Hetzelfde geld komt hij met de grietje en uit een beetje betere grieën. Oh, daar ga je, hoor. Oh, ik moet er niet aan denken, vader. Oh, het is een schat van de meid, hè. En weet je wat? Met zijn jovel is, ze vindt mij ook een aardig wijf, dat merk ik. Ja, ja. Maar dan zal ik je wat vertellen, ja? Waar ik over in zit. Geen idee. Als ze maar loskomt voor donderdag. Ik ben dacht, als ze niet loskomt, dan haal ik haar eigen handig uit. Ja. Heb jij eigenlijk nog een zwart pak? Nou, dat zal ik je vertellen. Een zwart pak, de jas is goed, maar ik ben door de broek heen. Dat dacht ik ook. Dan moet ik wat anders voor figuren, voor de broek. Ja, ja, inderdaad. Hé, hey, wat is dat? Wie kan er nou op dit deur zijn? Heel. Ja, wie is daar? De huisbaas! Oh, kom maar binnen, vogel. Waarom weer? Goedemiddag. Kom ik gelegen? Nou, ja, nou, ja, kom nooit gelegen. Dat ga ik je wel vertellen. Zo is de maand om en daar is die weer. Of die komt. Ik moet ook mijn werk doen, hè? Jawel. En dat is een 4 weken huur tegen 42 gulden. Ja, ik zei je zo vertellen. Ik praat er nooit over. Maar ik vind het een schandaal dat je 42 gulden voor deze krotwoning... Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat vind ik een groot schandaal. Nou, dat vind ik van niet. Ja, nou vooruit. Ga dan maar eventjes hier zitten. Dank u wel, mevrouw. Dat kan er desnoods ook nog wel. We hadden fatsoenlijk mensen tegenwoordig zijn geld vandaan. Je weet het wel. Zo. Alsjeblieft. Mijn man heeft gelijk. Ah, natuurlijk. Alsjeblieft. Jij hebt 4 tientjes, jongen. Je moet daar nog 2 guldertjes hebben voor hem. Nee, ik geloof het niet. Heb jij die zelf niet? Nee, kijk even hier thuis. Schrijf maar vast een kwitantie uit. Zo, dan zal ik even een kwitantie schrijven voor u. Hè? Ja. Doe maar kalm, man. Familie Schenk. Ja, ja. Is Schenk met S-I-H? Ja, al jaren. Ja, Schenk is al jaren ja, met S-I-H. Ja, al jaren. Oh jee, vanaf ons trouwen al eigenlijk, hè? Is het vandaag de tweede? De hele dag? Ja, de tweede. Zo gaat het? Ja, het gaat prima. Wat zegt u? Nee. Ze vroeg of u me een gouden pen schreef. Ja. Nee. Nou, doe me kalm maar hoor. Alsjeblieft, dat is het dan, hè? Zo. Kijk, dus dat is voor u. Ja, dank u wel hoor. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer dan maar tot weer. Tot ziens, Fabien. Ja, goedemiddag. Dag hoor, tot ziens. Ja, komt er wel uit, hè? Ja. Je bekijkt dit nog maar eens. Dat is voor moeder. Kijk. Dan moet ik zender ook toch zelf even de handschoenen halen. Goed jongetje, dan maak ik in die tijd even het eten klaar, hè. Ja, moeder. Weet je lekker, hè, dat weet je. Ja, ja, komen we elkaar. Vertrek. Tot straks. Hey, het is eigenlijk toch een lekkere kerel van me. Moeder! Ja? Moeder, wat denk je? Nou? Wat denk je? Nou? Ze hebben mijn fiets gestolen. Ontspannen. Ontspannen? Ik ben ontspannen, Karin. Anders kan hij niet bij je naar binnen kijken. Bij me naar binnen kijken? Het blijft toch wel bij praten, hè, hoop ik? Of wordt het messenwerk? Nee, het is gewoon een aardige man en die vraagt hoe het met je gaat. En dan zeg jij slecht en dan zegt hij, je hebt gelijk en dan voel jij je beter. Ontspannen, Karin. Ontspannen. Ontspannen.